Ajax is begonnen met de Life Skills en Clinics om kinderen bewust te maken van gedrag op en rondom het veld en op sociale media. En te leren hoe om te gaan met geld en voeding. Basisschool De Polsstok werd de dag lang overgenomen. Welkom bij de Ajax Life Skills en Clinics. En als het goed is, hebben jullie hem al gezien bij groep 5 en 6. Nou, vandaag zijn jullie aan de beurt. Ja, de verwachtingen van vandaag voor mij zijn dat de kinderen heel veel plezier hebben in het werken met mensen van buiten, zo dichtbij van Ajax. Aan de ene kant is het natuurlijk een feest voor de kinderen in het kader van dit weten ze uit de buurt. Van, goh, Ajax bij jou op school. En wat komen ze doen? En aan de andere kant, we hebben regelmatig contact met Ajax om samen te kijken wat we voor de kinderen kunnen doen. Het leuke is dat je een programma hebt dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. En als we het hebben over respect voor jezelf, voor anderen, als we het hebben over samen verantwoordelijk zijn, als we het hebben over eruit halen uit jezelf waardoor je toekomst kunt maken. En het is heel fijn dat rolmodellen van Ajax en mensen die bij Ajax werken daar ook tijd in willen stoppen in de kinderen. Het is een speciale dag voor mij als bankmedewerker. Ik krijg op jaarbasis 38 uur dat ik aan maatschappelijke projecten mag besteden. En in samenwerking met Ajax, die de Lifestyle Clinics heeft ontwikkeld. En waar wij dan ook de samenwerking mee zijn aangegaan, is het gewoon fantastisch om het te doen en bijdrage te leveren aan de maatschappij. Mijn rol is lesgeven en het thema is sparen loont. En dat doe ik met andere collega's van ABN AMRO en trainers van de Ajax Foundation. Want dit zijn wel een van de normen en waardes die je dan bijbrengt aan zo'n kind. Ajax is Amsterdam, hè? En Amsterdam is Ajax. Dat betekent dat wij, de gemeente en de club, samen ook daarin de verantwoordelijkheid hebben. Het is belangrijk dat we die samenwerking aangaan. Met die Ajax Life Skills Clinics zijn we niet alleen bezig om kinderen in beweging te krijgen en het belang daarvan te laten inzien. Maar met die Ajax Life Skills en Clinics zijn we ook bezig met gezonde voeding, zijn we bezig met mediawijsheid en omgaan met geld. De gemeente Amsterdam wil graag alle Amsterdammers in beweging brengen en dan specifiek de jeugd. En wat is er dan mooier om dat samen met Ajax te doen en die Ajax-beleving creëren, zodat kinderen in onze stad dit kunnen beleven. Meester Bart-Jan, die staat hier naast mij en die gaat zoiets heel moois krijgen uit handen van twee dames die hier speciaal voor jullie gekomen zijn en die voetballen bij Ajax. Dus ik wil ook een heel hard applaus voor Chantal de Ridder en Lindsay Keizerswerk. Ja, als het goed is hebben jullie allemaal een mooie dag gehad vandaag. Dit bord, dat staat ook bij jullie op de achterkant, op de oorkonde. Dit bord hangt ook bij ons in de kleedkamer, waar we elke dag op kunnen zien waar we eigenlijk voor staan, waar we aan moeten werken en waar we ons eigenlijk ook aan moeten houden. En dat helpt ons ook om ons goede prestaties te leveren. Om jullie te helpen hebben wij dus dit bord meegenomen vanuit Ajax. En dat willen we graag overhandigen aan Bart-Jan. Dankjewel. Ja, ik ga het zo een mooi plek geven. Dankjewel Ajax. En ik hoop dat heel veel andere scholen ons kunnen volgen. Dankjewel.